Dirk had zich weer geslapen. Kom terug! Springen! Maar goed, zoals ik al zei, dit soort wedstrijden. Kom maar! Blijf bij de ring, komt die gek!
gaan het nou hier zien. Staat er zeker op? Zeker. Kunnen we analyseren, maar. Oké. 6-2 overwinning vandaag. Ging niet echt makkelijk, maar uiteindelijk een ruime overwinning behaald. Nog 3 wedstrijden te gaan. Ja. Wat gaat het allemaal worden? Hey, we gaan ervan uit dat we in ieder geval nog 3 wedstrijden moeten spelen. En dat tegenstanders ook blijven winnen. Maar ja, het mooiste is, als we het blijven winnen, volgende week tegen Achilles, dan kunnen we tegen WSV thuis afmaken. Dat zal een hele mooie bekroning zijn voor dit seizoen. Je had een man of the match vandaag benoemd? Nou, eigenlijk een beetje 2. Ik vond Wanik vond ik hartstikke goed en Milo vond ik ook heel goed spelen. Dus eigenlijk een beetje 2. Nou, Wanik natuurlijk omdat hij 2 keer scoort. Maar daarnaast ook Milo omdat hij gewoon gigantisch goed inschoof en een goede crossbasis gaf. Dus hij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan.